is het met jou? Gaat het bij jullie nog ergens anders over dan Sinterklaas? Bij ons dus niet. De kinderen kijken enorm uit naar de intocht zaterdag. Ik hoop dat de Sinters gaan inslaan bij Lidl. Want daar vindt hij én heel goed snoepgoed én heel veel speelgoed onder één dak. Dat scheelt tijd én geld. Helemaal nu de chocoladeletters in de aanbieding zijn. Dat blijft toch altijd een guilty pleasure van mij. Op de 11e van de 11e is het trouwens Singles Day. Op die dag wordt stilgestaan bij alle vrijgezellen. Maar bovenal zelfliefde. Bij Lidl houdt het in dat je de hele week terecht kunt op Lidl.nl voor producten met heel veel extra korting. Jezelf af en toe verwennen is immers ook een vorm van zelfliefde, niet? Van televisies tot klusgereedschap en van eettafelstoelen tot keukenapparatuur. Voor ieder wat wils. En als je de Lidl Plus app hebt, betaal je bovendien geen verzendkosten. Zou ik zeker even kijken als ik jou was. Maar terug naar Sinterklaas. Woensdag stroomt er weer zoveel te gek speelgoed in. Van alles voor de creatieveling. Zowel voor jong als oud. Maar daarnaast ook superveel gezelschapsspellen. Dat hoort ook zo bij deze tijd van het jaar. En puzzels. Weet je nog hoeveel we daarvan gelegd hebben in coronatijd? En alles voor zulke mooie kleine prijsjes. Dat wordt weer inslaan. Ja, zeker! Op zaterdag stroomt er ook alweer veel in voor de kerstperiode. Denk aan diverse lichtjes of decoratie, maar ook een elektrische tafelgril om gezellig mee te gourmetten, fondue sets voor olie of voor chocolade en tenslotte een topper van een gietijzeren braadpan. Perfect om stoofvlees in te garen en geschikt voor alle warmtebronnen. In traditioneel rood of in groen, die ga ik zeker op de kop tikken. Ik had het net natuurlijk over Singles Day, maar op 11 november is het ook Sint Maarten. Zo knus altijd om al die kindjes aan de deur te krijgen met hun lampionnetjes. Bij Lidl verkopen ze zowel de A-merk chocoladereepjes als ook hun eigen merk Mr. Shock. Scheelt aanzienlijk in het geld, dus ik neem er een paar van die laatste mee. Plus natuurlijk een groot net met mandarijnen, zodat er ook verstandig gesnoept kan worden. Goed idee! En dan tenslotte ook nog de kerstbrochure die weer op de mat is gevallen. Wat een prachtexemplaar is het weer. Het water loopt me in de mond van die receptbeelden. Het delicieux assortiment is ingestroomd. En dat betekent dat er weer 500 luxe producten in de winkel te vinden zijn. En toch altijd weer van de laagste prijs. Hoe doen ze dat toch? Afijn, zie ik je van de week weer eens? Lijkt me gezellig. Hoi hoi!